Oh, welkom allemaal. We zijn weer met z'n drieën bij elkaar via het internet. En we pakken het Bijbellezen weer op. We zijn vorige keer gebleven in Genesis 11, vers 8. En nu beginnen we dus verder met vers 9 en de rest. Maar voordat we gaan voorlezen en doorlezen en proberen te begrijpen wat er staat, eerst even hartelijk welkom aan Jurk en Michael. En jullie mogen ook even wat zeggen. Ja, dag Perry. Het is leuk weer jij te horen over de Skype. En misschien hebben we ook die kans dat ik jou maar ontmoet. Maar op dit moment hebben we heel veel problemen in Duitsland. Dus zo maken we dat uit over de Skype nu. Die, ja. Met onze drie Bijbelen. En als altijd heb ik de slechteste Bijbel van allen. Ja. Maar het is niet mijn fout. Dat is een project wat wij ook... misschien starten met Jörg en verschillende mensen, dat wij ook een goede Duitse Bijbel in de toekomst hebben. Ja. Laten we het hopen. Ja, en dat is niet alleen moeilijk in Duitsland, dat is moeilijk in heel Europa en in heel de wereld over het algemeen, omwille van dat die mensen zo zich in ene keer gezegd hebben van, ach, laten we de politicus maar afschaffen, wij willen nu geregeerd worden door virologen. Ja. En dat vinden ze allemaal veel leuker. En ze gaan allemaal neerbuigen. En ze gaan allemaal doen wat die overheid zegt. Want ze hebben allemaal niet begrepen dat de grootste vorm van aanbidding gehoorzaam is. Mm-hmm. Dus als ik op die manier de regeringen, bij wijze van spreken, die tussen aanhalingstekens regeringen gehoorzaam, dan is dat de eerste grote stap in de richting van aanbidding. Idolatrie. Ja, waar dat de mens aangebeden wordt, waar dat de leider aanbeden wordt. En kijk eens een keer wat een toeval. Allee, wij zitten dus in Genesis kapitel 11. Mm-hmm. En we zitten in de versen waar het gaat over Babel. Mm-hmm. Babel dat zoveel verschillende betekeningen heeft. Ja, waarvan men zegt het betekent verwarring. Waarvan men zegt het betekent de poort naar God. Ja, dat heeft Walter Veit ooit eens een keer gezegd. Gott. Ja. Maar verwarring bijvoorbeeld. En we zitten juist in die tijd waar al die mensen toen, als dat dus, gebeurd was, wat we nu aan het lezen zijn, waar dat ze allemaal dat deden wat God hen bevolen heeft, juist niet te doen. Mm-hmm. Samen gaan wonen in een stad en zich laten controleren van een mens. Ja. En die mens heeft toen gezegd van bouw een toren. En God heeft er genoeg van gehad. En vandaag leven we terug in een wereld waar precies dat zo is. De paus spreekt constant van een globaal dorp. Ja? Ja. Ze spreken allemaal van één en samenhouden en dit en dat en blablabla. Ik kan het al niet meer horen. Het komt mij zo uit de oren uit dat ik al niet meer kan herhalen welke woorden ze allemaal gebruiken. Maar het is allemaal een herhaling van wat toen in Babel gebeurd is. Ja. En alleen wij bijbelgelovige christen, die wij ons een voorbeeld aan Babylon nemen, verstaan waar het nu deze keer naartoe gaat. En wij verstaan dat de zogenoemde nieuwe wereldorde niks anders is dan de oude wereldorde. Ja. En je kunt de oude wereldorde op twee manieren verstaan. Je kunt de oude wereldorde verstaan als die wereldorde die was in de tijd voor de reformatie. Als de paus de absolute macht over de toen bekende wereld had. Mm-hmm. Of je kunt het verstaan in de tijd van Babylon. Ja. Waar Nimrod de absolute macht over de mensen op deze wereld had. Ja. Waar alles één gemaakt was in die grote stad. En dus dat wat wij als zogenoemde nieuwe wereldorde hebben, is niks anders dan een terugkeer naar het oude. Ja. Naar de oude wereldorde. En misschien is daarom die studie die we nu aan het doen zijn, des te belangrijker, ja, gebeurt mij ook eens een keer, omdat het dus absoluut up-to-date is, ja? Het is, zoals in Engels zouden zeggen, contemporary, ja, het is wat zich in deze wereld op dit moment afspeelt, waar wij leven en deze lezing maken, is precies dat wat we enkele duizend jaren geleden ook al eens een keer hadden. Ja. En ja, daar kan men een keer zien hoe tijdloos de Bijbel is. Hè? Ja. Helemaal mee eens. Dus dan ga ik een keer de spits afbijten en ga beginnen in de King James, de Engelse Bijbel.
Genesis Kapitel 11, Vers 9 te lesen. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Ik zal niet verder lezen als vers 9, want in vers 10 gaat het weer over de generaties, en vers 9 hoort nog bij de tekst van die versen die we daarvoor gelezen hadden. Ja. Dus is het aan jullie nu. Ja. Nou, dan heb je op zijn Nederlands, uit de Statenvertaling, vers 9. Daarom noemde men haar Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde. En vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Ja, en dit is van de Deutsche Slachterbijbel. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr doch die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Und ihr seht das von die... Ja? Nee, sag ich mal, sag ich mal. Ja, ihr seht von dem Wort Babel, da ist die, da ist AL drin, und das betekent, dass das iets ist, von die Wort Abkunft von Gott ist. Ja? Dus Gabriel, Michael, Abel, Babel. Ja, dat is tenminste hier in de Duitse nacht erbij. Dus so, ik moet even kijken hoe het in andere talen is. En ook in de originele, in de e-sort, dat ga ik nu bekijken. Maar dit, ja, is, dit is live. In de Schlachterbijbel heb je die footnote 1 achter Babel. En als je die open doet, dan staat er betekent in Hebreeuws verwarring. Verwarring, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Daarom dat ik gezegd heb van Babel heeft zo verschillende benoemingen. Hè? Als je maar ik herinner mij dat wij ook deze punt maanden geleden hebben we daar ook over gesproken. Misschien in de Duitse uitzending, ik weet het niet. Maar daar heb ik het ook opgekeken en heb dat ook gevonden, dat het de deur of de poort naar God is. Dus ik herinner mij, maar ik weet niet waar ik dat gelezen heb. Maar ik weet dat ik het opgekeken heb. Heb je Isard open dan om dat naar te kijken of zo? Ja, dat doe ik op dit moment. Perry heeft nog altijd geen Isard, hè? Nee. Zou je eens een keer moeten aanschaffen? Ja, dat is Bab L. Ik kan het ook delen, de scherm delen als je... Ja. Kan ik doen, ja. Zie je iets? Ja? Is dat oké? Kijk hoor. Ja, nu zie ik wat. Ja, oké. Dus zie je hier, dat is 1 Mozes, dus Genesis 11, 9... Therefore is the name of it called Babel. That is H894. Babel. Confusion. Ja, dat is verwarring. Ja. Including Babylonia and the Babylonian Empire. Babel, Babylon. Dus dat is de betekenis in Hebrew, Hebraeus. Dus dat is, daarom staat hier H. voor de nummer. Okay. Maar ik vind het heel interessant op te kijken wat het oorspronkelijk de woord is in Sumerisch of zoiets. Ja, dat vind ik heel interessant, maar dat kan ik nu niet doen hier in de e-sort, want de Bijbel die is nu hier origineel in het Hebreeuws geschreven worden van het Oude Testament. En op dit fragment hier, in dit fragment, en dus hebben we hier deze bedoeling hier, confusion. Wat ook heel interessant is, ne? Want confusion is, is het hetzelfde bedoeling als verwarring. En de bedoeling, bedoeling is dat was God die deze verwarring maakte. Het was op dit moment niet de duivel of Satan of Lucifer of een van hen verschillende namens die bekend is als de zogenoemde God van de verwarring,
Maar het is nu op dit moment is het God die deze verwarring gemaakt heeft, want die mensen hebben niet geluisterd naar zijn wetten. Het is ook interessant wat ik de laatste tijd ondervind om die Bijbelcommentaren van Matthew Henry in de Koning James te gebruiken. Je hebt als je Isold open doet, heb je commentaries, ofwel van F.B. Meyer of van Matthew Henry. En ik heb die gebruikt in mijn lezing Exploding the Israel Deception in de uitlegging van Genesis kapitel 27 en 32. En dat heeft mij persoonlijk heel veel geholpen om het te verstaan. Dat heb je natuurlijk ook bij Genesis 11, verse 5 tot 9 of later aan. En daar is dus eigenlijk interessant, maar ja, dat is hier helemaal in Engels geschreven, heeft nu geen zin om dat allemaal voor te lezen. Maar het is misschien in de toekomst interessant, dat men sich, of dat wij ons op die Bijbelstudie voorbereiden en dat we bijvoorbeeld die commentaar van Matthew Henry gaan vertalen naar het Nederlands. En ik kan zien dat we dat daar eventueel bij kunnen gaan nemen. Hij spreekt niet daarover wat Babel betekent. Ja. Hij heeft het meer daarover dat de mensen hun eigen wijsheid gingen volgen. Wat wij ondertussen goed genoeg weten waar dat naartoe leidt. Paulus zegt het in Romeinen kapitel 1. Dat omdat ze zich voor wijs hielden, zijn ze, zijn ze tot narren geworden. Ja, ik denk zo ongeveer luidt in de Nederlandse vertaling. En het is dus zeer interessant eigenlijk om deze, ook een keer een tip aan onze toeschouwers, om deze Bijbelcommentaren van Matthew Henry een keer te volgen. Ja? Ik zie Michael, ja, ik was op mijn eigen e-sort bezig, ik zie Michael heeft het hier op Skype nu al open gedaan. Het is interessant als je dat ziet, dat is heel veel tekst. En ik zeg niet dat alles wat hij zegt correct is. Ja? Je moet alles wat andere mensen over de Bijbel zeggen altijd meten aan de Bijbel. En als het in het licht van de waarheid standhoudt, is het goed. En als niet, dan niet. Maar het is in elk geval een hulpmiddel om de Bijbel goed te verstaan. Daarom doet hem die commentaren daarop. Ja? En ik persoonlijk vind dat eigenlijk heel interessant om te zeggen van, wat denkt u daarvan als we volgende keer, als we dus weten, we gaan volgende paar versen of zo gaan bespreken, dat we eens een keer die commentaar van Matthew Henry daarmee bijnemen om een beetje, om een diepere verklaring daarvan te krijgen. Want dat kan ons ja ook alleen maar helpen om op het juiste pad te komen. Ja, natuurlijk. Ja. Goed idee. Ja, ik ben niet altijd eens met Matthew Henry, maar ik vind het heel zinnig dat hij Zusatzinformationen. Bijkomende Informationen levert. Ja? Dat is mein Hauptargument für Matthew Henry. Ich denke, dass die Bibel sich selbst euch legt, aber ihr habt hier Informationen vor bijvoorbeeld verschillende Texten, Versen in der Bibel. Jou en ons hier helpen. Want dan moeten we uitleggen en nakijken. Oh, wat staat dat nog en wat was dat? En dat vind ik heel helpful. Heel goed dat het e-sort die omzonst is, also die gratis is. Ja, gratis is. Ja, dat ook deze commentaarfunctie heeft. Dat vind ik heel, heel goed. Want die is gratis. Dus lieve mensen buiten. Ja, kijk dat je een gratis kopie van de e-sort hebt op je computer. Dat kost niks en het levert heel, heel interessante informatie. Ja. Daar was geen tijd op dit aarde waar het zo eenvoudig was zo diepe informationen gratis over het internet te krijgen over de Bijbel. Ja, dat is heel bijzonder. Ben ik helemaal mee. Ja, dat is een van de voordelen van die tijd in die wij leven, als lang als wij daarvan gebruik maken natuurlijk. Ja. Maar je hebt altijd mensen die zijn, zoals ze dat zeggen, willingly blind. Ne? En die kunnen niet helpen, ook al wil het. Maar ja.
Kijk, laat ons een keer verder gaan. Want vers 9 is in feite een samenvatting van de voorgaande versen die wij gelezen hebben, waar het over ging. Dus hier zegt hem gewoon van, daarom is dat Babel genoemd, dus verwarring genoemd, daarom noemt het verwarring. En we weten ja dat de God van de verwarring niet de God van de Bijbel is, maar een andere. Ja? Mm-hmm. En die heeft door de bouw van Babel dus daarvoor gezorgd dat de verwarring ontstaat. Anyway, laat ons een keer verder lezen in vers 10 dan. These are the generations of Shem. Shem was 100 years old and begat Arphaxad, 2 years after the flood. And Shem lived after he begat Arphaxad 500 years and begat sons and daughters. And Arphaxad lived 530 years and begat Selah. And Arphaxad lived after he begat Selah 403 years and begat sons and daughters. And Selah lived 30 years and begat Eber. And Selah lived after he begat Eber 403 years and begat sons and daughters. And Eber lived after he begat Peleg. And Eber lived 430 years and begat Peleg. And Eber lived after he begat Peleg 430 years and he begat sons and daughters. And Peleg lived 30 years and begat Reu. And Peleg lived after he begat Reu 209 years and he begat sons and daughters. And Reu lived 230 years and begat Serach. And Reu lived after he begat Serach 207 years and begat sons and daughters. And Serach lived 30 years and begat Nahor. And Serach lived after he begat Nahor 200 years and begat sons and daughters. And Nahor lived 29 years and begat Terah. And Nahor lived after he begat Terah 119 years and begat sons and daughters. And Terah lived 70 years and begat Abram, Nahor, and Haran. Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran begat Lot. Ik lees dat tot hier, dat waren heel wat versen, omwille van dat we op een bepaald moment moeten aankomen in deze lezing. En dat is hier vers 27, waar het heel interessant wordt. Ik heb ook nog een paar andere dingen te zeggen, maar voordat ik dat doe, ga natuurlijk eventjes Perry in de Nederlandse taal deze versen lezen en daarna Michael in Duits. Ja. Pak ik hem op bij vers 10. Deze zijn de geboorten van Sem. Sem was 100 jaren oud en gewon Arphaxad, 2 jaren na den vloed. En Sem leefde nadat hij Arphaxad gewonnen had 500 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Arphaxad leefde 35 jaren en hij gewon Selah. En Arphaxad leefde nadat hij Selah gewonnen had 403 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Selah leefde 30 jaren en hij gewon Heber. En Selah leefde nadat hij Heber gewonnen had 403 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Heber leefde 34 jaren en gewon Peleg. En Heber leefde nadat hij Peleg gewonnen had 430 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Peleg leefde 30 jaren en hij gewon Reu. En Peleg leefde nadat hij Reu gewonnen had 209 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Reu leefde 32 jaren en hij gewon Serug. En Reu leefde nadat hij Serug gewonnen had 207 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Serug leefde 30 jaren en gewon Nahor. En Serug leefde nadat hij Nahor gewonnen had 200 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Nahor leefde 29 jaren en gewon Terah. En Nahor leefde nadat hij Terah gewonnen had 119 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En Terah leefde 70 jaren en gewon Abram, Nahor en Haran. En deze zijn de geboorten van Terah. Terah gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En dit is de gebeurtenis in de Duitse Slachterbijbel. Dies ist die Geschichte Sems.
Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpakschad, 2 Jahre nach der Flut. Und nachdem Sem den Arpakschad gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arpakschad war 35 Jahre alt, als er den Schelach zeugte. Und nachdem Arpakschad den Schelach gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Schelach war 30 Jahre alt, als er den Heber zeugte. Und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Heber war 34 Jahre alt, als er den Peleg zeugte. Und nachdem Heber den Peleg gezeugt hatte, lebte er noch 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Peleg war 30 Jahre alt, als er den Regu zeugte. Und nachdem Peleg den Regu gezeugt hatte, lebte er noch 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Regu war 32 Jahre alt, als er den Serug zeugte. Und nachdem Regu den Serug gezeugt hatte, lebte er noch 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Serug war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte. Und nachdem Serug den Nahor gezeugt hatte, lebte er noch 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt, als er den Terach zeugte. Und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Sehr interessant, was wir jetzt gelesen haben, in verschiedener Absicht. Und ich will euch auch nicht mehr mitteilen, was ich hier interessant finde, an das, was ich jetzt gelesen habe. Wir haben auch auf einem älteren Fleck gelesen, dass die Erde verdeelt wird. Wir haben geconstateerd dat als God de aarde schiep, dan was ze bedekt met water. En een van zijn eerste scheppingen was, laat droge aarde verschijnen. En de droge aarde verscheen en hij heeft de planten opgemaakt en dan later dieren en de mensen. Maar dat was dus één blok aarde, zal ik het maar noemen, die uit het water stond. En we hebben eerder al gelezen, ik denk in het kapitel hiervoor, dat in de tijd van Peleg de aarde verdeeld was. De aarde werd verdeeld in die continenten gelijk dat we vandaag hebben. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië, Australië. Ja. 6 continenten. En dan is nogal die kwestie of dat de Antarctus ook nog een continent is en of daar aarde onder is of niet. Daar moet ik de mensen geloven. Dat doe ik dus niet, dus ik ga een keer van 6 continenten uit. Ja. Das ist auch gewoon heel simpel, als je so einen Globus sieht und je schuift die Kontinenten allemaal bijeen, dann kommt er op één grote Landmasse uit. Interessant ist nu die Frage von, wanneer ist das gebeurd? Und Gott geeft uns, und das finde ich so schitterend an der Bijbel, de Möglichkeit, op basis van de Geburteregisters, die wir juist gelesen haben, precies dat jaar te benoemen, wanneer Peleg geboren was. En dus tussen dat jaar dat Peleg geboren was en Peleg gestorven is, in die tijd was de aarde verdeeld in die continenten gelijk dat we ze vandaag de dag kennen. Dat zijn misschien dingen, daar blijven niet veel mensen bij staan, zo zeggen, wat is dat nu belangrijk? Ja, dat is misschien belangrijk omwille van dat we hier alleen maar de linie van Shem volgen. En we zien ook waar dat deze linie eindigt, namelijk in Abraham, hoe later Abraham wordt. En we weten dat we dus met Shem de linie hebben waarvan God in Genesis kapitel 3 vers 15 gezegd heeft, ik wil vijandschap zaaien tussen jou en de vrouw en tussen haar zaad en jouw zaad en hij zal uw hoofd verbrijzelen en jij zult hem in de hiel gaan steken. Iets in die richting in Nederlands een keer gezegd. Ja, ik kan het in Engels en in Duits beter zeggen, maar goed. Je verstaat wat ik wil zeggen. Okay. Wij weten dus dat Shem hier, uit de linie van Shem, komt Abraham voor. En de ganze wereld refereert, als ze naar de Abrahamees geloof gaat, dan zeggen ze altijd van, wij geloven in Abraham en Isaac en Jacob, die daarvan voorkomen. Dus we weten dat dat de lijn is over die het in heel de Bijbel gaat. Maar we hebben ook al geleerd wat die andere lijnen zijn. Want we hebben ja geleerd van Nimrod en dergelijke dingen meer. Dus van die andere kinderen van Noah. En die hebben ja ook in die tijd allemaal geleefd.
En nu weten we dat er dus heel veel mensen op die ogenblik op de aarde geleefd hebben. Want we hebben hier alleen maar de lijn van Shem, maar we hebben ook nog de lijn van Kush en we hebben de lijn van Jafet. Ja, de drie kinderen van Noah. En iedereen die op dat ogenblik als Pelek geleefd heeft, op deze aarde was, heeft het opdelen van deze aarde meegemaakt. En dat geeft ons dan ook de verklaring waarom dat er zoveel verschillende volkeren op zoveel verschillende continenten zijn. Dat geeft ons de uitleg daarvan dat die, ik zeg maar bijvoorbeeld die Inca's en die Maya's en dergelijke volkeren van Midden- en Zuid-Amerika, dat die niet zomaar eventjes van buitenaardse wezens dan neergezet geweest zijn, maar dat dat nakomen zijn van die andere zonen van Noah. Mm-hmm. Die in de tijd, als de aarde gedeeld werd, gewoon op dat stukje land waren en daar gebleven zijn. Ja. Ik zou graag een muis willen spelen, zoals men dat vaak zegt. En een keer zien hoe dat het geweest is als die aarde verschoven was. Hoe rap is dat gebeurd? Mm-hmm. Is dat gebeurd in één monumentaal moment? Is dat gebeurd over nacht of over dag of over een maand of over een jaar? Mm-hmm. Hoe lang heeft dat geduurd dat dat gebeurd is? Ik bedoel, je moest vastgordelen om niet achterover te vallen van die snelheid. Van, in één keer gaat die een continent, daar weet ik veel wat, 2000, 3000 mijl die andere richting uit. Ik weet het niet, ik zou een muisje graag geweest zijn om dat eens mee te maken. Maar ik vind gewoon dat geschiedenis wat we hier bespreken, de meeste mensen als ze de Bijbel lezen, lezen gewoon over zoiets heen en blijven dan niet verder bij staan. En ik vind dat geschiedenis wat ons hier in feite meegegeven, als je er even stil bij staat en daarover nadenkt, is zo wat van fantastisch. En ik kom dan ook direct nog naar een tweede punt. En als ik dan gedaan ben, dan kunnen jullie eens een keer wat gaan zeggen. Maar ik moet dat eventjes een keer kwijt, anders vergeet ik dat. Dus Pelek wordt hier vernoemd en in die tijd van Pelek werd de aarde verdeeld. Dat is één ding. En het andere ding dat mij direct opvalt, en iedereen die nu een beetje opmerkzaam, en hopelijk doet dat iedereen de Bijbel leest, met goede attentie is, die mensen worden A, altijd maar jonger als ze hun eerste kind gaan krijgen, en B, ze sterven allemaal jonger. Zeker in vergelijking met die tijd van voor de vloed. Ja. Als je dan nog eens zeker gaat, daar werden de mensen 900, 800, 700, 600 jaar oud. Noah zelf is ja ook meer dan 600 jaar oud geworden. Ja, ik weet niet meer precies hoeveel, daar kunnen we nakijken. Maar hier wordt niemand meer boven de 500 jaar oud, hè? Allee, Shem nog, hè? Mm-hmm. Die heeft 500 jaar geleefd en heeft zonen en dochters gekregen. En daarna, Arfaxet, dan was het al 403 jaar. Dat is al direct 100 jaar minder. Ja. Ja? En dus zo gaat het altijd maar naar beneden. En interessant is dat in tweeërlei opzicht. Ten eerste zien wij dat de mensen na de vloed jonger hun kinderen krijgen als voor de vloed. We zien dat die mensen niet meer zo oud worden als voor de vloed. Dat wil dus ook zeggen dat iets op deze aarde veranderd moet zijn. Mm-hmm. Want waarom zouden ze anders zoveel jonger moeten gaan worden? En het meest interessante is, dit geht 180 graden contrair tegen de leer van de evolutieleer. Waar dat de mensen ja zo gezegd allemaal jong gestorven zijn en vandaag de dag worden we allemaal ouder. Mm-hmm. Als we van 969 jaar komen, dan worden we vandaag, als we 69 worden, niet ouder. Hè? Ja. Of 79 of 89. En dat zijn zo twee dingen die ik hier uithaal uit dat eerste. Voor de rest is het interessant natuurlijk om deze hele geschiedenis te gaan leren en natuurlijk ook te zien hoeveel mensen dat hier gaan leven. Alleen deze ene familie, hoeveel die meegemaakt heeft. Hè? Dus de lijn van Shem alleen al. Is heel interessant. Dus dat waren zo mijn bedenkingen hierbij. Maar ik zou daar graag eens een keer jullie gedachten over horen. Want dat zijn alleen maar mijn gedachten. En we doen die studie hier om ieders gedachten te horen. Ja. Nou, mij schiet niet zo 1, 2, 3 iets te binnen. Maar Michael, jij misschien? Ja, ik vind het heel belangrijk dat je nu alweer ziet dat je in de Bijbel staat de patriarchaat. Het is niet belangrijk welke vrouw een kind gebaart. Help me alsjeblieft, wat is het in Nederlands? Kind. Gebaard. Gebaard. Ja, welke vrouw een kind gebaart, maar het is belangrijk welke man een kind begat. Ja, hier in het Engels.
En dat is de eerste opmerking. De tweede opmerking is, daar is een Herr Harling geteilt, dat ja, hoe dat die mens of die man halt jetzt deze zoon begat. En wat ik heel interessant fand, was een andere punt. En dan moet ik nu in mijn Slachterbijbel kijken. De punt is in de vers 10. Dies ist die Geschichte Sems, als Shem 100 Jahre alt war. Dus als Shem 100 Jahre alt was. Mhm. Ja. Heb jij die Nederlandse versie, alsjeblieft? Die Statenvertaling, één keer op lijn, Barry. Ja, ja. Ja, bedankt. Ja, Shem was dus 100 Jahre alt en gewoon Arzachstadt. Ja, twee jaar ja, na de vloed. Ja, precies. So, Shem was 100 Jahre alt en gewoon Arzachstadt. Jörg en May, we hadden gisteren een uitzending, een opname gemaakt voor een andere serie. En daar kwamen we tegen Abraham. En Abraham heeft in Genesis 17 en de vers 17 gezegd. Dat als in de vers 1, die gaat, als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heren aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel van mijn aangezicht en zit oprecht. En hij zegt dat Abraham zou ja, een zoon hebben, dat is of, natuurlijk Isaac. Maar in de vers 17, daar wordt genoemd, toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte en hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaren oud is, een kind geboren worden en zal Sarah, die 19 jaren oud is, baren? 90. 90, ja, 90 jaren oud is baren. En dat vind ik op dit, in dit opmerk hier heel interessant. En daar heb ik nu op dit moment geen oplossing voor. Maar ik vind het een beetje vreemd dat Abraham niet weet wat in Genesis 11 gebeurd is. Als Sem 100 jaren oud was en Arphaxad geboren was. Begrijp je mijn punt? Absoluut, ja. En dat zijn natuurlijk nog andere punten ook, want je mocht ervan uitgaan dat Abraham ook het geschiedenis van daarvoor kende, dat hem ook nog het geschiedenis van voor de Bijbel kende, en daar waren de mensen soms zelfs meer dan 100 jaar oud voordat ze hun eerste kind gekregen hebben. Ja, dat is de punt. De punt is dat ook Abraham hier is genoemd in de kapitel. Ja, maar het punt is dus, als je dus davon uitgaat hier van wat wij juist gelezen hebben, dan leest je dat die mensen soms hier wat 40 jaar, 30 jaar waren, ja, rond de 30 jaar, 29 jaar. Als ze voor de eerste keer kinderen gekregen hebben. Ja, dus in de tijd ja, waar Abraham zelf leeft, is het niet gewoon dat iemand van die leeftijd zijn eerste kind kan krijgen. Ja. Okay. Natuurlijk, ik vind nog een andere punt heel belangrijk die jij aangehaald hebt. Je spreekt van het patriarch, patriarchisme. Ja. Dat het dus alleen maar de man is die vernoemd wordt. Ja, ja. Maar dat is iets dat hebben we voor de vloed ook al gehad. Het is altijd maar de man die vernoemd werd. En een tweede punt, die misschien ook niet zo direct iedereen direct in het oog springt, is, er wordt alleen over de eerstgeboorte gesproken. Hè? Mm. Alleen maar, hij was zo en zo oud en dan heeft hem die zoon geboren en daarna heeft hij nog zo lang geleefd en nog zonen en dochteren geboren. Ja. Ja? En dus die anderen, die vallen altijd in het niets, laat ons maar zeggen. Het is heel, heel, ja, over het algemeen denk ik in de Bijbel, heel zelden als we over de jongere broers of zussen van die mensen nog een keer iets kan horen. Dat zijn gevallen, oké, maar die zijn niet zozeer veel. Ja? En dat valt natuurlijk op. Daar is ergens een bedoeling achter. Het gaat altijd over de eerstgeboorte. Jezus Christus is de enige ingeboren zoon van God. Hij is de eerstgeboorte van de heropstanding. Hij is de eerstgeboorte van alles. De eerstgeboorte is altijd zo belangrijk. In het Passover
ging het altijd over, of over in het hele offersysteem, dat we later nog tegenkomen, als we ooit een keer in die boeken terechtkomen, en vooral Leviticus, waar dus God de priesterschap van Israël uitlegt hoe die offers moeten gaan gebeuren. Er worden altijd maar eerstgeboren geofferd. Het eerste kalf, het eerste schaap, de eerste geit, de eerste duif. Het gaat nooit over anderen. En ze moeten spotteloos zijn. Ja? Dus foutenloos zijn. Mm-hmm. Ja? Zo puur als maar iets. Allemaal heel interessante dingen, hoe dat nu ineens steekt. Dus dat patriarchisme, dat Michael hier aanhaalt, is natuurlijk, oké, valt mir misschien op, maar was voor de vloed niet anders. Altijd hetzelfde. En een belangrijke punt die hij maakt, van ja, de vrouw speelt in feite, sorry dat ik het nu maar een keer zo vlak af zeg, de vrouw speelt geen rol. Mm-hmm. De vrouw is gewoon die zogenoemde, in Engels zeggen ze, wessel, waar dat kind eruit komt. Mm-hmm. Maar het is dat kind eigenlijk van de man. Er staat, de man heeft dat kind, hoe zegt hij dat in Nederlands hier, gewonnen. Ja. Gewonnen. Ja? De man heeft het gewonnen. Niet de vrouw. De vrouw draagt het wel. En zonder de vrouw zou het kind dan niet zijn. Dat weten we allemaal. Die we in biologie een klein beetje opgelet hebben. Maar uiteindelijk komt het daarop neer dat het altijd maar over de lijn van de mannen gaat. Ja. En dat is nu een keer heel interessant. Waarom is dat heel interessant? Wel, als je nog een keer teruggaat naar Genesis kapitel 3, vers 15, daar spreekt hij over een haar. Ik zal vijandschap zetten tussen haar en jou. En tussen haar zaad en jouw zaad. Daar is een keer een vrouw belangrijk. Omdat een vrouw, zoals we dan later verstaan, vooral in profetieën, in het geestelijke verstaan van de Bijbel, een vrouw staat voor een kerk. Mm-hmm. Over het geslacht van de vrouw wordt in de Bijbel over het algemeen heel weinig gezegd. Dus je kunt in feite zeggen van, de Bijbel is seksistisch, die is alleen voor mannen en die wordt door mannen geregeerd en al. Ik kan dat niet weerspreken. Dat is zo. Dat zal waarschijnlijk ook een reden hebben. Want als wij van de man als het sterke geslacht spreken, dan spreken we ook van de man die niet was verleid door de slangen. Moet men ook eens een keer gaan zien. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat we weinig over de vrouwen in de Bijbel leren en dat de vrouwen hier zo weinig vernoemd worden. Ook al, het enige wat je hier over vrouwen leest is van, dat hem nog zonen en dochteren geboren kreeg. Dochteren, dat lees je nog, maar je leest geen enkel naam daarvan. Heel zelden in de Bijbel komt dat voor. Ja. En ik denk dat dat daarmee te doen heeft, dat dat een deel van de straf is die God de vrouw opgelegd heeft op den ogenblik als zij voor de leugen van Satan ging. Ja. Als hij haar gestraft heeft. We kunnen daar ja nog een keer in teruggaan. Als je daar als je dat een keer wilt. Dan moeten we in feite naar Genesis 10, naar Genesis 3 gaan, denk ik. Hè? Ik heb Genesis 3 hier voor staan, dacht ik. Je hebt dus het openstaan? Ja, ja, okay. Genesis, vers 15 heb ik hem. Ja, ik had het nu juist nog niet open gedaan. Ja. Nee. En dan op vers 16 zei hij, tot de vrouw zeide hij, kan je een beetje omhoog scrollen alstublieft? Ik kan dat dan beter zien. Dank u. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult jij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Dat is een heel belangrijke vers, dat mogen we niet zomaar overboord gooien. Mm-hmm. Ik denk dat dat een reden is waarom dat de vrouwen niet vernoemd worden in de Bijbel. Mm-hmm. En dat zal ons ook eens een keer te denken geven aan de rol die de Romeins-Katholieke Kerk aan Maria toeverdeelt. Mm-hmm. De Romeins-Katholieke Kerk draait met haar Maria-aanbidding alles dat om wat God heel de Bijbel door met de vrouwen gedaan heeft. Die vrouwen worden alleen maar, dat mag misschien cru klinken, maar ik vind nu echt geen ander woord, die vrouwen worden alleen maar gebruikt als geboortemachines. Mm-hmm. Min of meer. En daar zijn ook heel interessante vrouwen in de Bijbel mee bij. Ja? We leren straks nog over Sarai, die Sarah wordt, de vrouw van Abraham.
We leren over die vrouw van Isaac, Rebecca, later, die een heel belangrijke rol speelt in Genesis 27, waar het erover gaat dat de blessing, dus de, hoe zeg je dat, de blessing in Nederlands? Zegening. De zegening, ja, dank je, de zegening. Dat de zegening in plaats van naar Esau naar Jacob gaat en zo, daar speelt Rebecca een belangrijke rol. En ook later speelt hier en daar nog een vrouw een belangrijke rol. Maar dat is, die kun je dus in feite aan één hand aftellen in de hele Bijbel, of misschien twee handen. Aangezien dat ik de Bijbel nog niet van A tot Z gelezen heb, zal er misschien eerder twee handen zijn. Maar in vergelijking met die levens van al die mannen is dat niet zoveel, hè? Nee. Een belangrijke vrouw is natuurlijk ook nog Delilah, hè, die met Samson samen was en zo. Mm-hmm. Of Jezebel. Maar ja, welke karakter hebben die vrouwen? Hè? Ja, ja. Niet zo positief, hè? Dus ik denk dat is ook nog een keer iets om bij stil te staan hier. Waarom dat die vrouwen zo niet vernoemd worden? En Michael heeft dat heel mooi uitgehaald. Hij heeft gezegd, het patriarchisme, ja, zijn alleen maar de mannen. En de mannen krijgen de zonen en de dochters. Ja? Het is dus de lijn van de man die zich altijd voortzet door de volgende man. Dus met anderen. En vandaag de dag, excuseer, hebben we dat nog in heel veel maatschappijen op onze aarde. In China bijvoorbeeld. Ja. Daar zijn de dochters niet veel waard, hè? Ach ja. Daar werden ze zelfs afgemaakt, hè? Ja. In de tijd van de één-kind-politiek. Oh, je krijgt een dochter, ga dan maar direct naar de abortus of maak ze af of weet ik veel wat. Ik moet een zoon hebben. Ja. Denk maar een keer aan het Mohammedanisme. Mm-hmm. Hoe worden de vrouwen daar behandeld? Hoe worden de vrouwen daar gezien? Hoe worden de mannen daar nog boven de mannen gesteld? Vandaag de dag nog. Mm-hmm. Dat heeft dus een eeuwenlang, ik zou bijna zeggen, een millennium lang geschiedenis. En we lezen dat hier in de Bijbel ook. En dat vind ik heel interessante kleine punten. Weet je, het gaat niet zozeer daarover dat wij dat nu tot in de puntjes analyseren. Maar het gaat erover dat wij eens een keer erover spreken en dat mensen daar eens een keer over gaan nadenken. Dat het een reden heeft waarom die dingen zo zijn gelijk dat ze zijn. God heeft het zo geordineerd. En als God zoiets zo geordineerd heeft, dan zal hij zich toch iets bij gedacht hebben waarschijnlijk, nietwaar? Wie is nu de mens om tegen God in te gaan? Mm-hmm. En dan zijn we weer bij een heel interessante discussie waar Michael eindelijk eens een keer tot woord terug kan komen, want ik wil je niet heel die tijd het woord houden. Maar emancipatie. De tijd van vandaag, de gelijkzetting van de vrouw met de man en niet alleen de gelijkzetting, nee, maar zelfs het zetten van de vrouw over de man. Ja. En pas als je dat verstaat, wat we hier juist gelezen hebben, wat Michael met het patriotisme ook vernoemd heeft, als je dat verstaat, dan zie je dat wat vandaag de dag in de 21ste eeuw en in de 20ste eeuw waar het begonnen was, in de 19e eeuw waar de eerste sporen daarvan waren, waar dat allemaal begonnen was, dan zie je waar dat vandaan komt, dat de agenda van de duivel is. Zonder meer. Dat het tegen de wil van God is. Want in de hele Bijbel staat nooit iets van een vrouw die over de mannen heerst. Het zij ze is een witch. Mm-hmm. Een heks. Of een duivelse vrouw gelijk Jezebel. Ja. Vind ik ook eens een keer heel interessante punten. Maar ik ben benieuwd wat om Michael zijn mening daarover doet. En die van jou, Perry. Ja, Michael. Ja, ik denk dat... Dat was een verschillende lezing met die emancipatie. Dat was Queen of Heaven. Hè? Daar heb ik dat uitgelegd. Dat ja, de hele plan van Satan is like, dat hij kijkt dat hij het zwakke geslacht, ik weet het niet in Nederlands, sorry. Het zwakke geslacht. Zwakke geslacht. Wow. Het zwakke geslacht zou... beïnvloeden. En dat die vrouwen dan denken, oh ja, die mannen die hebben zoveel vermoord en oorlog geplaatst en deze terroristen en iedere keer dat een heel vreselijk ding gebeurt, dan vermelden de kranten, ja, dat was een man. Ja. Ja. En dus is het, ik denk dat het heel eenvoudig is,
om te vermoeden dat de plan van Satan is, dat die creatie van God dan 180 graden omdraait. En ja. zegt, nee, ik plaats die vrouw over de man. En ja, heel veel mannen in deze dagen, die vertellen mij, oh ja, ik zou dat graag kopen, maar ik moet eerst mijn regering vragen, ja. Mm-hmm. En dan meinen ze dat de bedoeling is haar vrouw. Haar vrouw is de regering. Dus ja. De bedoeling is dat die mannen hebben niets te zeggen. Ja? Die zijn de tweede, die spelen de tweede rol. Ja? Ja. Die zijn de zwakke geslacht. Ja? En niet de vrouwen. En dus zie je dat het alle keer dat Satan iets omdraait. En Satan is de tegenspeler van God. En dus moet hij altijd de dingen omdraaien. En dat is zo eenvoudig als je dat één keer begrijpt. Dat Satan is een beroep. Ja? Is het beroep van de hoofd, van de chef, van de tegenspeler van God. Dat is zijn beroep. De Satan, de bedoeling is de tegenspeler. Hij is de opponent, hij is de enemy, hij is de vijand van God. Ja. En dus draait hij alles om. Ja. En ik kan daarmee inhaken, en ik heb een voorbeeld uit de maatschappelijk onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar de taalontwikkeling van kinderen. En of die nou bepaald wordt door de moeder of door de vader. En gebleken is dat de taalontwikkeling, dus de kwaliteit daarvan. Nou, een taal is heel belangrijk. Neem Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. Alles draait om het woord. De taalontwikkeling komt voornamelijk, echt bijna 100%, wordt die bepaald door de taalontwikkeling van de vader. Waarbij het dus belangrijk is dat die vader niet alleen die goede taalontwikkeling heeft, maar ook dat hij die goede taalontwikkeling kan laten gelden in de woning. En als je dat gaat frustreren, dan leren die kinderen geen taal. En als ze geen taal leren, of niet goed leren, dan heb je niet zulke fijne medemensen. Dus de man heeft het woord, want het is vastgesteld dat de kwaliteit van de taal van de man, dat wordt de kwaliteit van de taal van de kinderen. En niet van de moeder. En dan kan je de feministisch zeggen dat wanstaltig is en dat je dat niet mag zeggen. Nou, het punt is, het is gemeten. Ze hebben een sociologisch onderzoek gedaan en daar bleek het uit. Dus, niks aan te doen. Dus dan blijkt dat de Bijbel iets zegt wat dan nu in de werkelijkheid ook zo is op het gebied van taal. Dat de man de leiding heeft als het gaat om het woord. Dat is wat mij te binnen schoot. In het begin was het woord. Ja. En het woord was God. Ja. En het woord was bij God. Ja. En het woord weilde onder ons. En het woord was de enige ingeboren zoon van God, Jezus Christus. Precies. Daar zie je toch maar weer eens een keer hoe dat de Bijbel bevestigt wat jij juist gezegd hebt. Hè? Ja, het verbaasde mij niets toen ik dat las. En dan zie je het ook bij de literatuur en aan alles wat er geschreven wordt. Het wordt gedomineerd door mannen. En vrouwen zeggen dan, ja, maar dat komt omdat we altijd onderdrukt werden. Nou, die onderdrukking in het schrijven, die is al lang voorbij. En er verandert helemaal niks. Punt. Ja, dat is dan wat ik zie, wat ik dan zie in de literatuur en in de wetenschap. En dat draait toch echt voornamelijk om mannen. Neem het mijn beroepsgroep, behalve dat ik schoonmaker ben. Ik heb mijn hele leven computers geprogrammeerd. Die hele business bestaat totaal uit het werk van mannen. Voor 90%, nog niet meer. Hoe zou dat komen? Tja. Het gaat ook alleen maar om het woord, hè. Daar heb je toch een keer een beschouwing over gedaan ook, hè? Ik denk het wel, ja. Verscheidene keren zelf, hè? Ja, ja. Over een werkervaring, over een vrouw die dacht het haar eigen wegen te moeten gaan doen en die de hele boel om zeep geholpen heeft, om het maar een keer vriendelijk uit te drukken. Ja.
Nou, ik heb op het werk ook inderdaad de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Op momenten dat vrouwen het voor het zeggen hadden en zich alleen maar lieten gelden. Terwijl ik met mannen, heb ik met mannen ook wel meegemaakt. Maar die verhouding is toch echt 80-20. Het is bij vrouwen, kan het heel vervelend uitpakken. Als er een vrouw de leiding heeft in een project en haar ego speelt op en dat soort dingen. En dan kan de rest er echt van lusten hoor. Ik heb een vriendin gehad, en, dus jaren terug, hè, dat was voor mijn huwelijk. En die kwam een keer van haar werk terug en die verzuchtte zo van, nou, zei ze, ik werk op mijn werk echt liever samen met mannen dan met vrouwen. Er was een vrouw die dat zei. En toen was ik er nog niet zo op gespitst. En ik nam het maar voor waar aan. En ik dacht eigenlijk in mijn achterhoofd van, nou, dat is een beetje kort door de bocht wat je nou zegt, door alle vrouwen zo even weg te zetten. Van liever niet, doe mij maar mannen. Maar jaren verder, waar ik er nu ben beland, denk ik van ja, ik kan heel goed begrijpen wat mijn vriendin destijds bedoelde. Want ik heb het gedrag gezien. En dat ligt er niet om, hoor. Vrouwen hebben streken. En die staan niet fraai. Laat ons maar een keer zo concluderen, Perry. Als wij mensen niet zo leven gelijk God het geordend heeft, dan loopt ons leven in de 100. Ja. Ja. Ja, dat is zo. En dat is ook niet verwonderlijk, denk ik. En dan een keer daaraan te denken dat wij vrouwelijke presidenten of bondskanseliers hebben. Die dus een hele natie gaan leiden. Ja, ja, ja. Of zelfs heel Europa in de vorm van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Die Duitse... Ja, ik moet voorzichtig zijn wat ik hier zeg. We willen de video hier openbaar maken. Maar Michael weet hoe goed wie ik bedoel. Ik kom eventjes niet op haar naam. Die vroegere minister van Landsverdediging in Duitsland, von der Leyen, ja. Die dus in feite nu de machtigste mens in Europa is, een vrouw. Ja, ja die is vrouwenarzt. Ne? Da moet je je toch niet meer afvragen, waarom gaat het met de wereld om zeep? Als je verstaat wat wij hier in de Bijbel aan het studeren zijn, over de rolindeling van man en vrouw. En als je dan ziet hoe Satan dat in deze wereld omdraait. Ja, de correcte beschrijving voor vrouw van der Leyen is, zij is een gynaecoloog. Vrouwenarts, gynaecoloog. Ja, dus heb je heel veel kennis van landesverdeling en dus deze zaak, ja. Ja. Landsverdediging, ja. Dan moet ik daar gelijk bij zeggen dat ik bij heel veel mannelijke ministers ook die gevoelens heb. Dat ze er maar weinig verstand van hebben. Ja, maar goed, het gaat niet erover hoeveel verstand dat die mens daarvan heeft van die job die ze uitoefenen. Het gaat erover van welke mens in welke positie geduwd wordt. En dat we hier dus in feite opgezet worden met een, ik zeg het maar wat dat feitelijk is, presidenten van Europa. Die dus 500 miljoen of meer dan 500 miljoen mensen onder haar vleugels heeft. Ja. Laten we toch een keer uitspreken zoals het is. Ja. Ja, de president van Europa is een heel machtige positie. Wij herinneren ons dan nog van die Jesuit Herman van Rompuy. Ja. In België was hem te stom om een landsregering te voeren, maar heel Europa, daar heeft hem wel gekund, die Jesuit. Ja. En van der Leyen is ook niet anders, hè? Maar het is wel een vrouw, hè? Ja. En Merkel, Angela Merkel, zij verkoopt ons ook als een vrouw, hè? Ja. Dus de punt die ik wil zeggen is alleen maar van, kijk, als vrouwen naar zo'n machtspositie opkomen, of dat ze nu daarvoor de kennis hebben, de opleiding hebben, dat wil ik helemaal niet meten. Dat staat mij niet toe om dat te doen. Dat is ook helemaal de punt niet. De punt is dat ze bijbels gezien daar niet voor voorzien zijn. Nee. Ja?
Want in vers 17 van Genesis 15 zegt God en tot Adam zeide hij, terwijl jij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom geet, waarvan die geboot zeggende, je zult er niet van eten, zo zei jij, zo zij het aardrijk om uw willen vervloekt. En met smart zult jij daarvan eten al de dagen uw levens. Ja. Dus de man is gestraft, Adam is gestraft daardoor, omdat hij naar zijn vrouw luisterde. Ja. Ja, denk je dan misschien dat vandaag de dag de mannen niet meer gestraft worden als ze naar een vrouw luisteren? Mm-hmm. Die dan dus de baas over de regering is, of de baas van helemaal Europa? Mm-hmm. Of misschien krijgen we nog de volgende keer een vrouwelijke voorzitter van de Verenigde Naties? Mm-hmm. Of een Amerikaanse president. Ja, denk toch een keer daarover na. Als je dat aan de Bijbel meet, dan weet je toch dat je daarmee alleen maar in het ongeluk geleid kan worden. Mm-hmm. En ik heb niks tegen vrouwen, hè. Maar ik heb iets voor de Bijbel. Ja. En ik leef zo als God het geordineerd heeft. Of ik wil zo leven als God het geordineerd heeft. En ik ben daar niet mee akkoord als de mensheid daartegen rebelleert. Maar Wikipedia... De mensheid rebelleert tegen God. Awel, Genesis kapitel 11, hè, de bouw van Babel. Hè. Ja. Je ziet nog wat ervan komt. En je ziet wat ervan gekomen is. En je ziet wat er terug van komt nu, hè, in deze tijd. Ja. Sorry Michael, ik wil je niet onderbreken, maar die zin moest ik even afmaken. Doe maar. Ja, maar ik heb, daar is hoop. Daar is hoop aan de hemel. Want... Ursula von der Leyen ist Lied von der evangelisch-lutherianischen Kerk. Ah. Nee, dann kommt es allemaal gut. Ja. Diese Kerk, die wereldwijde federatie van deze kerk, heeft in 1999 een contract getekend met de Romeins-Katholieke Kerk over de gemeenschappelijke geloofsverklaring. Maar dat was die enige manier wie ik jou op het lachen kreeg. Ja? Ik moet dat zo vertellen dat jij bedoelt wat ik meen. Maar, ja. Maar dat het zo... die situatie is zo vreselijk dat ik, daar kan je maar helemaal... Daar kan lachen. Je eigenlijk alleen maar over lachen, ja. Ja, alleen maar over lachen, ja. Als het niet zo treurig was, broeders, ja. Dan zouden we alleen maar in het lachen kunnen gaan schieten om de situatie. Ja, ja, maar die mensen die begrijpen dat niet. Die zijn bang, die zijn gek. Ja? Ja, ze denken dat ze wijs waren. Een uur geleden heb ik een e-mail, heeft iemand een e-mail gestuurd. En die vertelt me, oh, is alles oké? Ik denk, jij bent gezond. Maar de wereld, die staat op de kop. Nee, die wereld staat niet op de kop. De water is stil beneden. En de hemel is stil boven. Maar die mensen, ja, die zijn helemaal gek, want ze zijn niet in de geest van de almachtige God. Ja. En dat weet de duivel en Satan. En dat heeft hij voor, niet voor 10, 20 of 50 of 100 jaren al begrijpen, maar van Anfang an, ja, met Eva. Heb je het ook gezien en begrijpen dat zij de zwakke geslachten was. En dat heeft hij iedere keer gedaan en geprobeerd. En daar komen ook deze ganzen, Nederlands weet ik niet, die ganzen vervuringen her. Dus als verleidingen, zo lassief zijn en de popmuziek, dat gaat allemaal over. En dat is ook één. Eén ding waar we hadden de spraak over, als wij over een verschillende acteuren spraken, Jörg en mij, dat dit ook een methode is, dat Satan verschillende dingen speciaal voor vrouwen geeft. Deze ganze vanity, ja, die cosmetic, mode, ja, al deze niet belangrijke dingen, deze materiële wereld, ja, die zijn bijvoorbeeld, daar zijn vrouwen heel interessiert en heel
ja, nieuwsgierig. En die zouden, die finden deze materiële Welt heel leuk. En Mannen als wij, dat sind, die finden dat abscheulich. Wie verschillende Menschen, nicht allein Frauen, aber auch Männer, verschiedene Menschen wollten Kleding haben und Tattoos haben und diese Dinge. Und welche for centuries, also since Jahrhunderten, ja, heeft Satan auch eine heel verschillende Rolle gespielt, want heel viele Frauen, die hebben haar emancipatie gehad in het stikum. Ja, stikum. Als je magie, zauberij, witchcraft maakte. Ja, om haar emancipatie boven de mannen in het geheim, thuis, of in het wald, of waarin het is, daar hebben ze deze dingen gemaakt. En weet je wat een van de belangrijkste figuren op deze moment, dat zijn die vrouwen die al deze doctrine in de wereld gezet hebben. Ja? Met de hulp van Satan, met de hulp van demonen, met de hulp van evil spirits. En dat zijn een van de, belangrijkste emancipatie Leiden was Helena Petrova Blavatsky. Und auch Alice Bailey. Und Annie Besant. Und Annie Besant, ja, die Lucy's Trust. Ja, das sind alle diese Menschen und das sind Frauen. Und das ist ein, auch ein Teken, dass das hele Mal, dass Satan hele Mal Frauen unterstützt, solche Frauen unterstützt, die Satan dienen. Ne? Die, ja. Und auf diese Manier galt ihm Weihenschap sei zwischen dem Mann und der Frau. Ja, weil reden ist auch, dass diese Frauen, die seien geïnteressiert in Karriere und Geld und Macht und Positie. Und Familie. Ja, en geen familie, ja. Nu is die Ursula von der Leyen, die heeft verschillende kinderen, maar die heeft geen tijd voor de kinderen, denk ik. Maar dat is een andere onderwerp. Maar mijn punt is dat, dat je ziet in die esoteric dingen, daar zijn vrouwen heel belangrijk, ja. Dat was sinds eeuwen, is dat zo. Dat is één niet zo bekende punt waar vrouwen een belangrijke rol spelen, ook in de middeleeuws. Ja, dat was in deze dingen waar de gewone mens geen zin erin heeft en denkt dat is allemaal nonsens en lul en dat is niet serieus. Maar je weet niet hoe serieus deze mensen zijn. Als je kent heel veel mensen en je denkt, je kent die mensen, maar wanneer kent jij een mens? Nur God kent een mens, ja. Een mens kan... Alleen God kent het hart van de mens. Ja, het hart van de mens, ja. Maar kijk hoe de wereld heeft veranderd is nu op 2020. Ja, ook hoe ze geëvolueerd is. Ja, heel interessante datum, ne? 2020. Ja? 20 tegen 20. En als je maar kijkt, als je kijkt nu in deze jaar, wat er alles gebeurd is, en we hebben nu mei. Ja? Ja, nog maar. Nog, ja. Alles. Ja, het is ongelooflijk, maar ik denk dat de punt in de Bijbel is hier, dat de Bijbel is patriarchaat. En je ziet ook dat bij de moslims daar een patriarchaat is geregeerd. En dat is ook geen toeval, no? Want die oorsprong van die Koran is ook de Romaans-Katholische Kirche. Ah, Romaans-Katholieke Kerk. Katholieke Kerk, oh. Ja. Ja. Ik vind Nederland heel prettig, maar die spreek ik niet gewoon. Ja, je nee. kent
Ihr kennt meine Fragen nach Erkeblatt von Duma, ich habe reden. Ich habe diese Dinge, ich spreche zwei Kerl per Mann, spreche ich Niederlands und erzähle diese Aussendungen. Ja. Ja, ich bin das sicher gut gegangen. Ja, ja. Zwei Kerl per Mann zu sprechen, spreche ich doch gut, ja. Ja, ja. Das ist effektiv und das ist gut. Effektiv, ja. The mixing of the words. Ja, in the beginning was het woord, en het woord was bij God, en in the beginning for Satan, in the beginning was the Big Bang. Ja. Ja, ja, dat was een grote knal. Ja. Er kon je niets verstaan. Ja, dat was Tohuwabohu, dat was chaos. Ja, en the Big Bang was chaos, en uit het chaos, da komt alles. Ne? Dat zijn de dingen die zij ons ja, in de school vertellen. We moeten gaan afronden, maar ja. Dat hele gebeuren met de Big Bang, dat luidt dus, in het begin explodeerde er niets. Terwijl er was wel een explosie, maar er explodeerde niets. En dat is de logica van de atheïst. Mm-hmm. De atheïst die altijd beweert dat hij zo logisch is, die zegt, nou, het is heel eenvoudig. Eerst had je niets en toen is er niets geëxplodeerd. En daaruit komt alles voort. Ja, als er niets explodeert, heb je ook geen explosie. Nee, je zegt de atheïst, als er niets explodeert, dan heb je een universum. Ja, die logica, die snap ik nog steeds niet helemaal, hoor. Ja, ik denk dat als je een Big Bang heeft, dan heeft jij een explosie, is dat juist? Ja. Maar als je wat ik begrijp, een explosie heeft, dan heb je toch niet creatie, maar vernietiging. Ja, ook dat om een keer. Ja. Want iedere keer als ik een explosie zie op televisie of zoiets, ja, dan zie ik destruction, vernietiging. Ja. Ja? Daar zie ik niets wat gebeurt en wat leeft. Ja, dan heb je in 2001 niet goed opgelet, hè? Uit de destructie van die twee torens op 9/11 is een heel nieuwe wereldorde ontstaan. Ja, zo mooi. Ja, ja. Ja, ja. Hey man. By accident. Ja. Dat was niet gepland. Nee, nee. Ja, accident. Huh? Ja, toeval, ja. Nee. Accident is ook ongeval. Huh? Ja, is ongeval en toeval, ja. Nou, ja, dat moet je bezien, ja. Ja, ja. Ja, dat. Ja. Oké. Okay. Ik vond het heel mooi. Ik hoop dat we onze vrouwelijke toeschouwers niet allemaal verloren hebben, maar dat ze eens een keer... Welke? Er zijn welke, want Perry geeft mij soms die commentaar van die ene madame altijd door. Ik kom nu niet op haar naam. Ja. Perry zult wel weten wie dat is. Ja, ik denk Lineke bedoelt. Ja, we moeten haar naam nu ook niet vernoemen, maar het is gewoon van, we hebben zeker vrouwelijke toeschouwers en laat mij alsjeblieft het laatste woord, jullie kunnen ook nog een laatste woord hebben, maar mijn laatste woord zal zijn, versta ons alsjeblieft terecht. Ja. We hebben niks tegen vrouwen. Ja? We zijn niet anti-vrouwen, maar we zijn anti-feminisme. Ja. We zijn anti-Satan en als de Satan de vrouw gebruikt voor zijn doelen, dan moeten we de vrouwen daarop attent maken. En hoe kunnen we dat als verantwoordelijke mannen doen? Door het hoofd van de familie te zijn. Maar Perry is niet getrouwd, Michael is niet getrouwd en ik ben niet getrouwd. Ja. Ja? Perry, zijn vrouw heeft hem bedrogen, mijn vrouw heeft mij bedrogen en Michael heeft nooit een vrouw gehad. Allee, hij was niet getrouwd. Doch. Je was toch niet getrouwd? Nee, ik heb gevraagd en ze heeft ja gezegd. En dan, ja, oké, okay. Maar je was niet getrouwd. Kom, nee. Ik wil het niet compenseren maken als het al is. Ja? Ja. Ja? Dus Perry en ik zijn allebei een keer zo stom geweest, hebben een ring rond onze vinger gehad. Jij hebt dat niet gehad. Nee. Maar we dragen daarom de vrouwen geen kwade gevoelens achter. Maar door de studie van de Bijbel hebben wij ondertussen verstaan dat God een zekere bedoeling had als hij voor een patriarchaat op deze aarde gezorgd heeft. En alles wat
dit patriarchaat tegengaat, is dus niet van God, maar is van de tegenstander van God. En dat moet duidelijk zijn voor jullie. En dat heeft niks met geslacht te doen. En dat heeft niks daarmee te doen dat jullie zeggen van, ja, maar, ik ben onderdrukt en ik wil dit en ik wil dat. Ik wil, vraag een keer wat God voor u wil. Ja. Niet gelijk JFK gezegd heeft, vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor je land kan doen. Ja. Vraag niet wat God voor u kan doen, maar wat jij voor God kan doen. Ja. Want ook jij, ook ben je een vrouw, bent een kind van de Heer, van de Vader in de hemel. En hem moet je eren. En hem moet je naar luisteren, wat hij zegt. En niet wat de duivel zegt. Versta ons dus alsjeblieft op de correcte manier. En daarmee wil ik graag mijn deel van deze uitzending vandaag beëindigen. Goed. Maranatha. Jo. En jij, Michael, nog een mooie ter afsluiting? Ja, lees uw Bijbel en Maranatha, want ik heb niets aan toe te voegen. Ik ook. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik schaam me daarbij aan. En de Bijbel lezen, dat gaan we met z'n drieën weer doen over 2 weken. En tot die tijd zeg ik tot dan, tjus. En ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn.